Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mij helemaal opmaken met mijn duurste make-up. Jullie weten van mij, ik hou altijd heel erg van betaalbare make-up. Ik weet ook dat jullie heel erg van betaalbare make-up houden, want dat kan ik zien aan de views. Maar ik dacht, ik ga een keer een luxury make-up video maken, want ik heb ook een heleboel dure high-end make-up hier liggen, die ik eigenlijk niet heel vaak laat zien op mijn kanaal, terwijl ik de producten wel heel vaak gebruik in mijn echte leven. Dus ik dacht, ik ga gewoon vandaag mijn duurste make-up erbij halen en van elke categorie pak ik het duurste product dat ik heb. Dus of het nou een goed of een slecht product is, dat maakt niet uit. Gewoon het duurste wat ik hier heb in huis ga ik gebruiken. Ik moet wel zeggen dat over het algemeen al mijn dure make-up allemaal wel gewoon goed is. Dus ik ga er gewoon van uit dat het vandaag gewoon helemaal perfect gaat. Maar ik weet nog niet allemaal wat ik ga gebruiken, want ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Dat ga ik pas doen midden in de video. Dat is niet altijd handig, maar dat is wel gewoon hoe ik ben. Ik doe nooit dingen van tevoren plannen. En ik weet ook dat er echt een heleboel zijn van jullie die gewoon ook echt houden van high-end make-up en die ook gewoon de hoge prijzen betalen en er gewoon voor over hebben. High-end make-up is toch wel ook altijd een beetje een experience. Het is altijd heel leuk om het te unboxen met alle mooie verpakkingen en alle extra dingetjes die er altijd op en in zitten en zo. Terwijl betaalbare make-up zit gewoon vaak gewoon in plastic. Je haalt het eruit en klaar. Het is altijd leuker om duurdere make-up te unboxen en dat soort dingen. Nog steeds hou ik obviously heel erg van mijn betaalbare make-up, maar vandaag gaan we een beetje liefde tonen aan alle high-end merken. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Zoals je kunt zien heb ik vandaag zelfs mijn wenkbrauwen niet gedaan. Want die ga ik er vandaag ook gewoon eventjes bij knallen. Dan kunnen jullie ook weer eventjes zien hoe ik mijn wenkbrauwen altijd doe. In plaats van altijd al hebben gedaan voordat ik de video begin. En ik ga mijn duurste wenkbrauwproducten gebruiken. Ik gebruik altijd 3 producten. Het eerste wat ik altijd gebruik is een wenkbrauwpotloodje. En ik ga de Benefit Precisely My Brow Pencil gebruiken. Deze is iets van 28 euro of zo, maar hij is echt super super fijn. En ik heb de donkerste kleur nummer 6. Dan ga ik mijn wenkbrauwen inkleuren met wenkbrauwpoeder, ook van Benefit, de Foolproof Brow Powder. Ook deze heb ik in de donkerste kleur en dit zijn 2 kleurtjes en ik gebruik altijd de donkerste kleur hier. Deze poeder vind ik het geld niet echt waard. Er komt ook niet heel veel pigment vanaf. Deze gebruik ik daarom ook niet heel vaak. En als wenkbrauwgel mijn fave Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Deze is echt amazing. Elke euro waard. Als je echt wilde haren hebt, echt wilde wenkbrauwen en je echt je haartjes een beetje wilt temmen, dan is dit echt het product voor jou. Dit houdt je wenkbrauwhaartjes de hele dag op hun plek. Oké, mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Wenkbrauwen maakt altijd zoveel verschil. Oh my god. Oké, dan ga ik nou mijn gezicht primen. Ik ga dus vandaag beginnen met de gezichtsmake-up. En ik was aan het twijfelen tussen 2 primers. De Clarins SOS primer en de Hydro Milk primer. Maar de SOS primer van Clarins heeft gewonnen. Want deze is 35 euro en deze is slechts 30 euro. We gaan even hiermee primen. Is deze primer geld waard? Het is een hele mooie glowy primer. Ik vind hem je geld waard als je een wat oudere huid hebt. En als je houdt van een glowy primer. Anders niet. En waarom zeg ik voor een oudere huid? Omdat deze primer echt helemaal de fijne lijntjes opvult. En dat is gewoon echt ideaal. Kijk wat voor mooie, fantastische glow deze primer geeft. Zie je dit? Heel subtiel, maar heel erg mooi. En hij laat je make-up ook echt langer zitten. Dus ik vind hem echt super fijn. En dan ga ik ook nog mijn poriën verminderen met mijn Benefit Professional Primer. Dit is mijn duurste op poriën gerichte primer. Dus deze ga ik gebruiken vandaag. En van deze breng ik echt maar een heel klein beetje aan. Gewoon hier zo bij de poriën. En dan druk ik het zeg maar gewoon zo hierin. En meer niet. Deze breng ik absoluut niet aan over mijn hele gezicht. Anders gaat je hele make-up eraf glijden. Deze is echt gericht voor alleen maar hier op de poriën. Nou mensen, dit gaat echt een volledige Clarins video worden. Want ook in de foundation categorie wint mijn Clarins foundation. Ik was aan het twijfelen tussen Huda Beauty en Clarins. Maar Huda Beauty is 40 euro. En deze Clarins foundation is maar liefst 47,50 euro. Dus bijna 50 euro. Dus ik ga deze gebruiken. Ik mix wel 2 kleuren. Want deze is een beetje te donker en deze een beetje te licht. Dit zijn de kleuren 113 en 111. Dit is by the way een hele mooie everyday foundation. Dit is de Clarins Everlasting Youth Fluid Foundation. Geeft een hele mooie natural glow. Deze gebruik ik altijd gewoon voor mijn everyday make-up looks. En weet je, ik denk dat ik alleen maar deze donker gebruik. Ik ga gewoon alleen maar 113 gebruiken.
Dit is een hele kleine foundation verpakking, maar het is gewoon 30 ml. Gewoon dus evenveel als alle andere foundations. De combinatie van deze foundation met deze primer is echt amazing. Dan ga ik mijn gezicht ook cream contouren. En nou kunnen we eindelijk ingaan met een ander merk. En dat is de Huda Beauty Tattoo in de kleur medium. Dit is hun contour cream en deze kost maar liefst 30 euro. Lekker duur, but I love it. En je kunt er ook echt heel lang mee doen. Ik heb hem echt al maanden. Volgens mij heb ik hem al meer dan een jaar. Ik weet niet eens meer, maar toen die uitkwam heb ik hem gewoon gelijk besteld. En ik vind hem echt fantastisch. Ik heb de kleur medium. Is wel een klein beetje donker, maar I love it. Het is echt een hele fijne contour. En je hoeft niet veel te gebruiken. Je moet echt maar een heel klein beetje gebruiken. Ik heb heel vaak te veel gebruikt van dit product. En dan werd het helemaal zo modderig en vlekkerig. En dat wil je echt niet. Dus gebruik gewoon een beetje. En dat is al genoeg. Oké, mijn drie duurste concealers zijn mijn Everlasting Concealer van Clarence, mijn Tarte Shape Tape en mijn Huda Beauty Concealer. En de winnaar is nog een keer Clarence, want deze Clarence Concealer is 30 euro, deze Huda Beauty is 29 euro en deze Tarte Shape Tape is iets van 28 euro. Dus de winnaar is weer Clarence. Clarence is gewoon echt een duur merk, dus deze gaat nou gewoon iedere keer winnen. Ik heb hem in de kleur 02 Light Medium en dit is net als de Clarence Foundation en Primer een hele mooie en naturel finish. Concealer. Heel erg mooi. Ook weer voor everyday looks. Maar het heeft wel een medium tot volledige dekking. En dat vind ik altijd heel belangrijk bij concealers. Dus ook deze concealer vind ik heel erg fijn. Dit wordt echt gewoon een full face met Clarence make-up video. Nou, het heeft mijn gezicht ook helemaal verlicht. Zien we dit? Komt ook wel gewoon omdat het een beetje een te lichte kleur is, maar oké. Dan ga ik mijn gezicht zetten met poeder. En mijn duurste losse poeder is deze Anastasia Beverly Hills losse poeder. Ik heb wel de kleine versie, maar ik tel gewoon de prijs van de grote versie. En dan is dit echt mijn duurste poeder. Deze poeder heb ik in de kleur Translucent. Dit merk heeft ook nog een aantal andere kleuren. Maar ik gebruik altijd Translucent. En jongens, echt waar, als je deze poeder aanbrengt, het is gewoon letterlijk alsof er geen poeder op je gezicht zit. Het is echt een super fijne poeder. Dus ook weer deze raad ik aan. Ik denk dat ik gewoon vandaag sowieso alles ga aanraden. Want al mijn dure make-up die ik altijd gebruik is gewoon een goede make-up. En dan ga ik ook een beetje mijn neuspoeder contouren. En mijn duurste contourpaletje is dit Shade & Light mini paletje van Kat Von D. Dit paletje is hier niet te koop. Deze heb ik ooit gekocht in de Sephora in Spanje. En deze contourkleur is echt super fijn. Ik gebruik dit paletje alleen niet echt heel vaak. Ik gebruik altijd mijn Revolution contourpaletje. En de enige reden is eigenlijk gewoon omdat dit paletje hier niet te koop is. En ik niet heel de tijd producten wil gebruiken in mijn video's die hier niet eens te koop zijn. Maar voor de rest is hij wel gewoon echt heel erg goed. Het is ook echt de perfecte contourkleur. En dan ga ik mijn gezicht een beetje hydrateren. En de enige spray die ik daar altijd voor gebruik is MAC Fix Plus. MAC Fix Plus is ook high-end, dus dat is ideaal. Mijn hele basis zit er nou op. Dus nu ga ik beginnen aan de ogen. En mijn duurste oogschaduwpalet, by far van al mijn paletjes, is mijn Fave Pat McGrath eyeshadow palette die ik echt net heb. Ik heb er ook een hele review video over gezien waarin ik er twee looks mee heb gemaakt. Mocht je nog twee andere looks willen zien. Dit paletje is maar liefst 125 euro. Is echt belachelijk. Ik heb dus al twee looks gemaakt in die andere video. Daarin heb ik deze kleur hier gebruikt. En even kijken, deze kleur hier. En ik denk dat ik vandaag een beetje een neutrale bronzy look wil maken met deze kleur hier. Dus dan zien we nou nog een look met dit paletje. Hij is 125 euro en het is echt het beste paletje ever. Is hij 125 euro waard? Dat mag jij bepalen voor jezelf. Maar naar mijn mening is dit wel gewoon echt het beste paletje die ik heb by far. Oké, laten we even inzoomen op de ogen. Jongens, ik moet echt zeggen, ik ben echt blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Het ziet er allemaal echt zo mooi uit. I love it. Oké, ik ga eerst beginnen met deze lichtere matte kleur hier. Die breng ik aan met deze Zoeva Fluffy Kwast nummer 228. Er zijn maar twee matte kleuren in dit paletje, dus ik gebruik gewoon altijd die twee kleuren en dan wissel ik af met de glanzende kleuren. Deze kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik deze donkere matte kleur. Die breng ik aan met deze platte fluffy kwast van Zoeva nummer 227. En die ga ik richten op de buitenste hoeken. Oké, dan doe ik allebei die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand.
Wauw jongens, kijk hoe mooi deze matte kleuren ook weer blenden. Echt, dit paletje. Dit is nou de tweede keer dat ik gebruik. De eerste keer was dus in die andere video. En dit is nou de tweede keer. En het is gewoon echt weer amazing. I love it. Dan pak ik deze beetje oranjeachtige bronzy kleur. Oh, kijk hoe mooi dit ook weer oppakt. Oh, I love deze kleur. En dan breng ik die gewoon zo aan over mijn hele ooglid. En dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur. En dan breng ik die hier weer aan en blend ik het in met die glanzende kleur. Dan pak ik deze mooie lichte glanzende kleur. En die kleur breng ik zo aan hier in de binnenste ooghoek. Deze kleur is ook echt zo mooi. Oh my god. Kijk even hoe mooi dit allemaal is. Oh, I love it. Deze ooglook is ook echt weer fantastisch. Dan wil ik ook een winged eyeliner aanbrengen. Maar ik wil het een beetje soft houden. Dus ik ga een bruine kleur gebruiken. En mijn duurste bruine eyeliner is deze eyeliner pen van Queen Tarzi. Deze is echt prachtig. En hij werkt echt super goed. Goed, dus hiermee ga ik even een wing maken. Kijk hoe subtiel dit is, maar hoe mooi dit is. I love it. Een bruine eyeliner geeft toch net een beetje een extra pop zonder echt zo heel too much te zijn. Oké, dan mascara. Mijn twee duurste opties zijn de Clarins 4D Everlasting Mascara en de ABH Mascara. En alweer met een kleine voorsprong van echt like 2 of 3 euro wint de Clarins 4D Everlasting Mascara. Clarins is killing it met de overpriced make-up. Deze mascara is by the way wel echt heel erg fijn. Heb ik ook al vaker verteld in video's. Dat is echt wel een fijne mascara. I love it. Oké, ik wil eigenlijk ook nep wimpers op gaan doen. Maar mijn wimpers zijn zo extreem omhoog gelift dat ik niet weet of het gaat lukken. Maar ik ga het toch proberen. Mijn duurste nep wimpers zijn van Queen Tarzi. 20 euro voor wimpers. Is een beetje in de hogere prijskategorie. En dit is de stijl Roya. Dus ik ga eventjes deze forceren om die op te doen. En dan gaan we kijken of het gaat lukken. Ik zie jullie zo weer. Wens me succes. Daar ben ik weer. Ik heb mijn nep wimpers er echt op geforceerd. Maar het is gelukt. Ik vond gewoon echt dat deze ooglook nep wimpers verdiende. Nou ga ik verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. En mijn duurste bronzer is mijn MAC Give Me Sun bronzer. Deze heb ik echt al jaren en is echt een van mijn fave bronzers. Echt een prachtige warme bronzer. Er was echt een tijd dat ik gewoon letterlijk geen enkele andere bronzer gebruikte dan deze. En mijn duurste blush is ook van MAC, deze MAC blush in de kleur Peaches. Ook dit is weer een van mijn fave blushes en ook deze heb ik echt al jaren. Al mijn MAC producten heb ik echt al jaren, omdat ik nu niet echt meer MAC koop eigenlijk. Nog wel een paar lipsticks en lippotloodjes hier en daar. Maar ik koop eigenlijk bijna geen MAC meer. En vroeger wel, want vroeger was MAC echt een van de enige goede make-up merken. Maar nu zijn er zoveel alternatieven en MAC komt ook niet echt meer uit met iets waarvan je denkt wauw of zo. Dus MAC is een beetje van de boot gevallen, vind ik. Oké, dan highlighter voor highlighter gaan we ook naar een heel oldschool paletje. En dat is de ABH Glow Kit. Dit paletje is maar liefst 50 euro. Dit paletje heb ik echt al jaren. Echt al 4 jaar of zo. Ik weet niet of hij nog wel goed is. Deze kleur heb ik heel vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Dit paletje was echt een van mijn allereerste dure make-up aankopen. En daarom heb ik hem nog steeds en heb ik hem gewoon echt niet weggedaan. En ik ga gewoon weer deze kleur hier gebruiken. Die heet Summer. Deze ABH Glow Kits zijn nog gewoon te koop. Ik raad ze gewoon nog steeds aan. Echt super mooi. Alleen ja, wel echt heel erg prijzig. Dan gaan we over op de lippen. Mijn duurste lipsticks zijn zeker ook weer van Clarins. Deze lipsticks zijn echt amazing. Het zijn echt de beste lipsticks ever. Maar ze zijn wel echt heel erg prijzig. Dit zijn de Clarins Jolie Rouge Velvet Lipsticks. Ik heb twee kleuren. Ik heb 753V en 758V. En dit zijn allebei twee hele mooie nude kleurtjes. Deze is gewoon iets meer roze dan deze. En ik ga denk ik vandaag voor deze iets meer nude. Die gebruik ik echt altijd. En die ga ik combineren met mijn duurste lippotloodje. En dat zijn mijn MAC lippotloodjes. En dit is de kleur Whirl. Wow, mijn nagel zit echt helemaal onder wimperlijm. Ik was echt aan het struggelen met het plakken van die wimpers op gelifte echte wimpers. Oh jongen, deze lipstick voelt zo velvet creamy aan. Ze ruiken heerlijk. Ze blijven de hele dag goed zitten. Echt gewoon fantastisch. Oké, dan als laatste fixing spray. En mijn duurste fixing sprays zijn al mijn Urban Decay setting sprays. Dit is gewoon de normale versie. Ik heb hier de glowy versie. En ik heb hier de matte versie. Ik denk dat ik gewoon vandaag voor glowy ga. Om een beetje een glow aan te brengen op mijn gezicht.
En dan zijn we klaar met de duurste make-up look ever. Nou jongens, het ging echt super super goed vandaag. Ik ben echt heel erg blij met deze make-up look. Dit is echt een make-up look die ik zal maken na een feestje. Of als ik gewoon lekker uit eten ga. Of wat dan ook. Ik ga hem ook gewoon vandaag de hele dag ophouden. Ik ga niet per se iets doen of zo, maar toch. Ik vind het echt heel erg mooi. Alle make-up die ik vandaag heb gebruikt is allemaal goede make-up. Er is niks waarvan ik denk, dit is niet echt fijn. Enige ja, wat ik niet echt gebruik is de wenkbrauwpoeder van Benefit. Maar voor de rest, ik gebruik eigenlijk al deze make-up gewoon. En het is echt allemaal hele goede make-up. Dus als je houdt van luxe make-up en nog op zoek bent naar een aantal goede producten, ik zet beneden in de beschrijving ook neer wat ik allemaal vandaag heb gebruikt. En je kunt het dan gewoon makkelijk vinden online. Volgens mij is gewoon alles online te bestellen. Laat me weten wat je van de video vond, van de producten, van deze make-up look. Laat het me allemaal weten beneden in de reacties. Kunnen we lekker samen kletsen. Laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. En ik hoop gewoon dat ik vandaag weer een lach op jullie gezicht heb gebracht. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!